Het Wijken in Hartje Boerdonk werd donderdagavond in gereedheid gebracht voor een sportief gebeuren. Het eerste Boering Beach Ball Blast Event. Een evenement dat door de oudere Boerdonkenaren speciaal is opgezet voor de jeugd. We zaten op het terras in de zomer. En het is allemaal een beetje moeilijk met het corona en alle maatregelen die er zijn. En toen hoorde ik iemand zeggen, we zouden eigenlijk eens iets voor de jongeren moeten organiseren. Want die hebben het misschien wel het allermoeilijkste. En ik zeg, nou, misschien weet ik wel iets. Afgekeken bij een andere dorpskern die dat al veel langer doet. En zo is eigenlijk dit evenement ontstaan. In 4 uur tijd schreven teams uit Boerdonk en verre omgeving zich in voor het toernooi. In totaal 38. 30 teams gaan volleyballen en 8 teams gaan voetvolleyen. Ja, dat moet hier op het Wijken in Hartje Boerdonk gebeuren. Precies. Het zeil ligt er al, maar ja, het is een beachvolleybaltoernooi. Er ontbreekt nog iets. Ja, het zand. Dat komt morgen vroeg om 7:30. Hoeveel kuub zand heb je besteld? Ik heb geen idee. Want de techniek laat ik hier aan de mannen achter mij over. Maar ik geloof dat er een vrachtwagen of 5-6 gaat komen. Waarna de sportieve happening van start kan. En dat allemaal volgens de nieuwe regels van deze tijd. We hebben ons uiterste best gedaan om het coronaproof te maken. Nou, sporten mag. Dus op zich is het volleyballen en het voetvolleyen niet zo'n probleem. Maar buiten dat hebben alle teams een eigen tafel. We hebben gezorgd dat er obers zijn, dat ze niet de hele tijd op en neer hoeven te lopen naar de bar om een drankje te halen. Er zijn allemaal looprichtingen, dus er is bewaking. Ja, we hopen dat we aan alle maatregelen hebben voldaan. Tenminste, daar hebben we ontzettend ons best voor gedaan. Het beachvolleybaltoernooi in Hartje Boerdonk begint vrijdagavond 4 september om 6 uur en duurt tot 9 uur. Op zaterdag wordt er van 3 tot 9 uur gespeeld.